Goed zo, niet opgeven. We zijn er bijna. Dit is nog steeds de ABC-opleiding. Deze thema's zijn ondertussen allemaal gepasseerd. En we zitten aan thema 7, verificatie. Wie is de verificateur? Wat doet de verificateur? Wat mogen we verwachten van de verificateur? Wat zijn teldagen waar men het altijd over heeft in het onderwijs? Wel, dit zijn vragen waarop ik jullie nu ga proberen een antwoord te geven binnen dit thema. Wat doet de verificateur? Wel, de verificateur heeft een dubbel doel. Enerzijds moet de verificateur er mee voor zorgen dat de databank correcte gegevens bevat. Dat wil zeggen correcte gegevens, zodat de volgende berekeningen van omkadering en toelage ook correct verlopen. Ten tweede gaat de verificateur ook bewaken dat de scholen de huidige onderwijsregelgeving correct toepassen. Hoe gaat de verificateur dat doen? Wel, enerzijds heeft de verificateur een toezichtsfunctie. Een toezichtsfunctie waarbij er bijvoorbeeld controle wordt gedaan op de leerlingengegevens. We gaan ervoor zorgen dat de databank correct is, zodat er de juiste identificatiegegevens in zitten, dat de leerling met zijn correcte keuze van levensbeschouwing geregistreerd is en zo verder. Naast de correcte gegevens in de databank gaat de verificateur ook toezicht houden op het feit of de leerlingen nu regelmatig en financierbaar subsidieerbaar zijn. Wat betekent dat nu wel? Dat betekent nagaan of de school inderdaad ook middelen kan krijgen voor de leerling. Wanneer is een leerling regelmatig? Wel, een leerling is regelmatig als die enerzijds voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en anderzijds de vorming ook werkelijk en regelmatig volgt. Hier kom ik even terug op het PA-dossier dat ook al eerder aangehaald werd in het thema van de aan- en afwezigheden. Een leerling die afwezig is, moet zijn afwezigheden kunnen wettigen. Een leerling die problematisch afwezig is, die dus ongewettigde afwezigheden heeft, daarvoor moet de school kunnen aantonen dat zij ondanks die afwezigheden wel heel wat inspanningen doen om die leerling op school te krijgen. Er moet dus een opvolgingsdossier beschikbaar zijn. En is dat dossier beschikbaar, dan kan de verificateur inderdaad zeggen: oké, ondanks de ongewettigde afwezigheden doet de school heel veel moeite om de leerling op school te krijgen. De leerling telt mee als regelmatige, financierbaar, subsidieerbare leerling. Nu, jullie zien dat hier nog een pijltje staat en drie puntjes. Deze toezichtsfunctie bevat nog veel meer dan deze twee aspecten, maar we kunnen hier geen limitatief lijstje van opstellen. Naast die toezichtsfunctie heeft de verificateur ook een ondersteunende functie. En dat is echt wel een functie die we willen benadrukken. Je hoeft geen schrik te hebben van de verificateur. Nee, de verificateur wil samen met jou als school op weg gaan om dat doel, dat dubbeldoel, te bereiken. Dus de verificateur gaat ondersteuning bieden bij vragen die de scholen hebben, die secretariaatsmedewerkers hebben over de regelgeving, over de registraties en discimus enzovoort. In het kader van de ondersteuningsfunctie gaat de verificateur ook steeds een verslag opstellen na een verificatie. Dit brengt handvaten mee of aandachtspunten waarmee dat het secretariaat aan de slag kan gaan. Vragen van scholen worden ook beantwoord telefonisch en per mail. En ook hier weer drie puntjes dat aangeeft dat de ondersteuningsfunctie nog veel verder opgesomd kan worden. Ook hier geen limitatief lijst. Maar alsjeblieft, contacteer je verificateur bij vragen. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Beter een keertje te veel dan een keertje te weinig. De verificateur doet dus de vaststelling van het aantal regelmatige, financierbaar, subsidieerbare leerlingen. Maar wat is die teldag? Wel, dat is die lesdag die doorslaggevend is voor die vaststelling van dat aantal regelmatige, financierbaar, subsidieerbare leerlingen. Het zijn dus dagen die vastliggen in de regelgeving, maar het kan zich voordoen dat dit net een verlofdag is of in het weekend valt, en dan is de regel dat we de eerstvolgende lesdag nemen als teldag.
Nu, welke teldagen liggen er vast? Wel standaard 1 februari voor de overgrote meerderheid van de scholen. Scholen die HBO en Sensi hebben, hebben voor dat stuk HBO en Sensi 2 teldata, 15 januari en 15 mei. 15 mei is gemarkeerd omdat dit vroeger 1 juni was. En dit schooljaar, dus in 2022, zal het dus 17 januari de teldag zijn voor HBO en Sensi. Voor HBO wordt steeds het gemiddelde genomen van die 2 teldagen. Voor Sensi wordt het meeste genomen. Dus is het 15 januari het meeste of 15 mei en het hoogste aantal is doorslaggevend. Je hebt ook 1 oktober als teldatum, maar dat is de uitzondering. En als je telt op 1 oktober, dan weet je dat ook als school. Dan hebben we ook de uren voor OKAN. Wel, de uren voor OKAN voor de maand september worden bepaald op de laatste lesdag van september. Die laatste lesdag is bepalend voor de hele maand september. Vanaf dan, de eerste lesdag van oktober, gaan er herberekeningen komen voor OKAN. Herberekeningen wanneer het totale aantal plus 4 komt te staan of min 4 komt te staan. We zien hier ook LBV. Levensbeschouwelijke vakken. Ook voor levensbeschouwelijke vakken krijgen we vanaf de eerste lesdag van oktober mogelijk herberekeningen als er een unieke levensbeschouwing bijkomt of een unieke levensbeschouwing weggaat. Een extra teldag die vorig schooljaar er ook al was, is de telling van de kleine types op 1 oktober en 1 februari. Leerlingen type 2, 4, 6 en 7 zijn ingeschreven in een school voor gewoon secundair onderwijs en volgen daar les, maar krijgen een handicapspecifieke ondersteuning door een leerkracht vanuit een BUZO-school. Wel, de school voor het gewoon secundair onderwijs moet dan registreren in Discimus dat leerling X met een klein type een begeleiding krijgt van school Y. De BUZO-school. En zo weten wij aan welke BUZO-scholen wij welke middelen moeten toekennen in het kader van die kleine types. Waarom heeft men gekozen voor 2 teldagen? Wel, op 1 oktober gaan we eigenlijk het gegarandeerd basispakket vastleggen voor de rest van het schooljaar. Op 1 februari gaan we dan kijken, is er een stijging? Of is er een daling ten opzichte van dat pakket? Of is dat pakket hetzelfde gebleven? En enkel bij een stijging wordt het pakket aangepast. Tot slot giet ik het vorige even in een schematisch overzicht. Je kan zien dat het type school doorslaggevend is voor welke teldagen er nu ook van toepassing gaan zijn. Ik start bij de onderste, de BUZO-scholen. BUZO-scholen hebben 1 februari als teldag, uitzonderlijk 1 oktober. Dan ga ik naar de bovenste lijn. Scholen secundair onderwijs, gewoon secundair onderwijs, dus voltijds, deeltijds, zonder de component HBO, zonder de component Sensi, hebben als teldag 1 februari, uitzonderlijk 1 oktober, 1 februari ook eventueel voor de kleine types, 1 oktober ook eventueel voor de kleine types, en 1 oktober ook eventueel voor keuze levensbeschouwing en voor OKAN. En 30 september ook eventueel als OKAN aanbieden voor OKAN. Dan hebben we de middenste lijn. Dat zijn dus scholen voor het gewoon secundair onderwijs met een HBO of Sensi component. Die hebben als teldag 1 februari, uitzonderlijk 1 oktober. 1 februari en 1 oktober ook eventueel voor de kleine types. Ook weer 30 september en 1 oktober voor OKAN als ze OKAN aanbieden. 1 oktober voor de keuze levensbeschouwelijke vakken. En dan nog bijkomstig voor de component HBO of Sensi, 17 januari en 15 mei. Zo, ik hoop dat de uitleg en dit schematisch overzicht jullie een beter beeld hebben gegeven van wat teldagen precies zijn en welke teldagen dat er een rol gaan spelen. En ook wat dat de verificateur doet en wat dat jullie van de verificateur mogen verwachten. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.